Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Spelen met de bal. Peppa en George gaan in de tuin spelen met hun bal. Joepie! George gooit de bal in de lucht, zo hoog als hij kan. En hij vangt hem. Dat kan ik ook. Kijk! Whee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. Dit is een stom spel, zeg. Daar komt Peppa's beste vriendin, Suzie Schaap, aan. Suzie heeft twee tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa. Hallo, Suzie. Laten we tennissen. Ja, dat klinkt leuk. Komt-ie, Suzie. Oh. Suzie heeft de bal gemist. Oh. Nu heeft Peppa de bal gemist. Peppa en Suzie zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. Oh, sorry George. Je kan niet mee tennissen. We hebben maar twee tennisrackets. Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt-ie, Suzie. Oh, gemist. Ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henkie Hond, Pedro Pony, Kaatje Kat, Kelly Konijn en Karel Konijn. Hallo allemaal! Hallo! Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Oh. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, ja, voetballen! Jongens tegen de meisjes. Elk team heeft een keeper nodig. Ik! Pedro Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af. Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt. Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop, stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Aww. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg! Sterren. Het is bijna bedtijd. Mama Big, Papa Big en Peppa drinken een grote beker warme melk.
George, waarom heb je je ruimtepak aangetrokken? Je moet nu toch je pyjama aan? George houdt van alles dat over de ruimte gaat. Oh. George, om je melk op te drinken, moet je ruimtehelm af. Bedtijd, biggetjes. S'avonds luistert George graag naar zijn ruimtemobiel. Niet weer de ruimte, hè? Dat is zo saai. De ruimte is toch niet saai? Denk aan alle sterren. Nou, ik zie anders helemaal niks. Het is veel te donker. Je kunt de sterren beter zien als je buiten bent. Kunnen we dan nu naar buiten gaan? Peppa, je loopt toch al in je pyjama? Maar wacht, als je je jas nou over je pyjama aantrekt, dan kunnen we voor deze ene keer wel naar buiten. Hoera! Papa, waarom ga je niet op de grond liggen? Zo kun je de sterren het beste zien. Kijk eens naar die sterren daar. Trek maar een lijn van de een naar de ander. Die heet het steelpannetje. Oeh. Ja. En de twee laatste sterren wijzen naar de polster. Wauw! Polster, polster, zo heel hoog en zo alleen. Ik wiel er met de auto heen. Maar Peppa, de sterren zijn toch veel te ver hier vandaan? Zijn ze nog verder dan het strand? Oh ja, maar ze lijken veel dichterbij door een telescoop. Hebben wij eigenlijk een telescoop? Nee, maar opa Big heeft een hele goede telescoop. Kunnen we dan misschien nu naar opa's huis toe? Het is al veel te laat. Misschien kunnen we voor één keer wel gaan, papa Big. Hoera! Het is voor het eerst dat Peppa en George zo laat in de auto zitten. Kijk, we volgen nu de polster. Polster, glinstert mooier dan de maan. Wijs maar hoe we moeten gaan. De hele familie Big is aangekomen bij het huis van oma en opa Big. Oh jongens, ik hoop maar dat oma en opa nog niet naar bed toe zijn gegaan. Wat doen jullie hier nou op dit late uur? We willen de sterren graag zien. Peppa en George willen heel erg graag door jouw telescoop kijken. Ik snap het. Kom mee dan. Op naar de nok van het huis allemaal. Hier staat ze dan, ouwe Bessie. Wauw. De hobby van opa Big is naar de sterren kijken. Goed, wie wil er het eerste kijken? Ik. Oeh, de polster. Wij zeelui gebruiken hem om de weg naar huis terug te vinden. Papa gebruikte hem om de weg hierheen te vinden. Zijn er ook nog andere dingen in de lucht? Ja, dit is een planeet die heet Saturnus. Wauw, wat zijn dat voor mooie ringen? Die zijn gemaakt van rotsblokken en ijs. Op Saturnus is het heel erg koud. Dan kunnen we een sneeuwpop maken, George. Snel, kijk. Oh. Dat is een vallende ster. Nu mag je een wens doen. Ik wens dat als George later groot is, hij zijn eigen raket heeft en dat hij mij dan meeneemt de ruimte in. De verjaardag van papa Big. Vandaag is papa Big jarig. Papa Big moet naar zijn werk. Papa, ik wou dat je niet naar je werk hoeft op je verjaardag. Ik ook niet. Maar ik kom zo snel mogelijk weer naar huis. Tot straks allemaal. Tot straks, papa. Terwijl papa Big naar kantoor is, gaan wij alle verjaardagsverrassingen klaarmaken. Eerst maken we een grote verjaardagstaart. We beginnen met boter en suiker en bloem. En dan een eitje erbij.
En het belangrijkste van alles, de chocoladestukjes. Oeh. Mama Big maakt een chocoladetaart. Papa Big is dol op chocoladetaart. Nu ga ik dit roeren. Mama, mag ik roeren? Graag, Peppa. Peppa is dol op roeren. En George staat ook al klaar. Dank je, George. Nu is het genoeg geroerd. Zo, de chocoladetaart voor papa Big. Nu nog even laten bakken in de oven. Mama, mag ik de lepel aflikken? Ja, jij mag de lepel aflikken en dan krijgt George de kom. Yippie! Peppa en George zijn dol op chocoladebeslag. Arme papa Big, nu mist hij alle lol. Mama, mag ik papa op kantoor bellen en hem feliciteren? Dat is een heel goed idee. Dit is het kantoor waar papa Big werkt. Hallo, met meneer Konijn. Mag ik misschien met papa Big spreken? Het is voor jou, papa Big. Het klinkt belangrijk. Hallo, u spreekt met papa Big. Fijne verjaardag, papa! Gefeliciteerd! Dank je, Peppa. En niet te laat thuiskomen, papa. Tot straks. Tot straks. Gefeliciteerd, papa Big. Dank je wel. We hoeven nog maar één ding te doen voordat papa Big thuis komt. Ja, papa's verjaardagsverrassing. Shh, George. Niet vergeten, het is een geheimpje. Peppa en George dragen een emmer met water. En mama Big heeft allemaal ballonnen. Ik vraag me af wat die verjaardagsverrassing voor papa Big is. Papa is thuis! Snel, ga ook terug naar huis. Papa Big is klaar met werken. Hartelijk gefeliciteerd, papa Big! Bedankt hoor, jongens. Wauw, wat een hoop kaarsjes zeg. Omdat je al zo heel erg vreselijk oud bent, papa. Je moet wel al je kaarsjes uitblazen in één keer. Ik ga mijn best doen. Hoera! En hier is je verjaardagscadeau. Dank je wel. Nieuwe laarzen. Fantastisch. Meteen proberen. Peppa, George en mama Big hebben hun laarzen aan. En papa Big heeft zijn verjaardagslaars aan. Hij heeft een klein modderpoeltje gevonden. Eens kijken of deze laarzen wel goed zijn. De modderpoel is iets te klein voor papa Big. Ik heb toch liever een grote poel. Kom dan maar even hierheen, papa Big. Oeh, wat is dit? Dit is jouw speciale verjaardagsverrassing. Wat zijn die twee van plan? Een grote modderpoel, papa. Fantastisch. Mijn verjaardagslaarzen zijn perfect, hoor. Willen jullie er soms ook in mijn verjaardagsmodderpoel? Papa Big is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Dit is de leukste verjaardag van mijn leven. Slaapfeestje. Het is al laat. Peppa is op weg naar een slaapfeestje bij Zoe Zebra thuis. Hallo Zoe. Hoi Peppa. Welkom op mijn slaapfeestje. Ik haal je morgenochtend weer op. Tot morgen, Peppa. Dag. Kelly, Suzy en Olivia zijn er al. Hallo allemaal. Hallo, hallo Peppa. Ik heb Teddy bij me. Hallo allemaal. Zoe heeft haar speelgoedaapje. Oeh. Olivia heeft haar kikker. Kwak. Suzy heeft haar uil. Oeh. En Kelly heeft haar wortel. Wortel. Meneer Zebra zit televisie te kijken. Hé, hey, ik zat naar iets te kijken. Maar dat was een beetje saai, hoor, papa. Meneer Zebra moet nu gaan slapen.
Hij moet morgen weer vroeg op om de post te bezorgen. Dat is waar ook, mama Zebra. Niet te lang opblijven. Wel trusten, mama. Peppa en haar vriendinnetjes gaan in hun slaapzak liggen. Zo is kleine zusjes, de tweeling Zuzu en Zaza, willen ook bij het slaapfeestje zijn. Dit slaapfeestje is alleen voor grote meisjes. Ze zijn zo lief en schattig. Mogen ze blijven? Oké. Maar dan moeten jullie beloven dat jullie wakker blijven. Dat beloven we. Wauw, een piano. Ik zit op pianoles. Luister maar. Twinkel, twinkel, kleine ster. Mag ik ook een keer? Alsjeblieft. Twinkel, twinkel, kleine ster. Jullie moeten stiller zijn. Anders kan meneer Zebra niet slapen. Hup, vlug je slaapzak in. Wat zullen we nu gaan doen? Op slaapfeestjes is er altijd wel een eetfestijn. Wat is een eetfestijn? Dan eet je dingen in het geheim. Oeh! Ik hou wel wat lekkers, maar we moeten heel erg stil zijn. Sst, Susie. Sst, Peppa. Stil nou. Mevrouw Zebra is wakker geworden. We hebben het beste eetfestijn van de hele wereld. Wat is hier aan de hand? Jullie maken meneer Zebra wakker. Wie van jullie kan er een mooi verhaaltje voor het slapen gaan vertellen? Ik! Ik ook! Ik begin wel. Er leefde lang geleden een heel erg klein veetje. Nu ben jij, Peppa. En ze woonde in het grote bos. Ze was werkelijk prachtig. En ze had een toverstokje. Mooi hoor. Jouw beurt, Olivia. Wat gaat er nu gebeuren? Tja, dat weet ik dus niet. Zeg gewoon wat er in je opkomt. Zolang het maar niet saai is. Oké. Het kleine veetje ontmoette een groot monster. En die zei... Dat schieten! Wat is dit voor lawaai? Oh nee, het lawaai heeft meneer Zebra wakker gemaakt. Sorry, papa. Het kwam door het veeënverhaaltje. En het enge monster. Maar we willen graag weten wat er verder gebeurt. Ja, dat snap ik. Het monster zwaaide met zijn grote harige klauwen. Ah. En hij stampte dreunend met zijn grote harige voeten. Oeh. En hij zei... Twinkel, twinkel, kleine ster. Oh, wat sta je hoog en ver. Iedereen is in slaap gevallen door het liedje van meneer Zebra. Het is heel erg koud vandaag. Peppa en George hebben hun mutsen, sjaals, jassen, wanten en laarzen aan. Kijk, George, de bomen hebben helemaal geen blaadjes. In de winter laten de bomen hun blaadjes vallen. Peppa en George hebben een modderpoel gevonden. Oeh. Peppa en George zijn dol op en neer springen in modderpoelen. Het is zo koud dat de modderpoel bevroren is. Hij is heel erg glad. Dit is niet grappig. Daar heb je mama Big en papa Big. Oh, mooi. Een modderpoeltje. Papa Big is dol op springen in modderpoelen. Stop, papa. Dat scheelde niks. Gelukkig kan ik goed mijn evenwicht bewaren. De modderpoel is helemaal bevroren. Dus kunnen we er vandaag niet in springen. Dat geeft tot niets. Zullen we dit brood aan de eendjes voeren? Ja! Peppa en George zijn dol op de eendjes voeren. Hallo eendjes. Wij hebben wat brood voor jullie. De eendjes zijn dol op brood. Oh!
Het is zo koud dat de vijver helemaal dichtgevroren is. En ijs is heel erg glad. Sorry dat we jullie uitlachen, mevrouw Eend, maar het zag er echt heel grappig uit. En nu begint het te sneeuwen. Sneeuw! Peppe en George zijn dol op sneeuw. George, laten we sneeuwvlokken vangen. Peppe en George zijn sneeuwvlokken aan het vangen. George heeft er eentje te pakken. Maar Peppe heeft er ook eentje. Daar komt Suzie Schaap aangesleept. Wee! Hallo, Peppa. Wauw! Suzie, dat ziet er leuk uit. We zijn aan het sleetje rijden op de grote heuvel. Er ligt daar een dikke laag sneeuw. Zullen we de grote heuvel opklimmen en naar het sleetje rijden kijken? Ja, graag! De vrienden van Peppa sleeën van de grote heuvel af. Yahoo! Oh nee, George is uitgegleden op de grote heuvel. Heel grappig, George. Maar zo grappig vindt George dat absoluut niet. Het is heel makkelijk om daar bovenuit te glijden. Misschien moet ik George dragen. Papa, kan je mij misschien ook dragen? Ho, ho, al goed, Peppa. En nu maar hopen dat jij niet uitglijdt, papa Big. Kalm aan maar, mama Big. Weet je nog, ik kan heel goed mijn evenwicht bewaren. Nee. Laten we gaan racen. Ja! Klaar voor de start. Af! Daar zijn we al. Op de top van de grote heuvel. Wees voorzichtig dat je niet uitglijdt, papa Big. Ik zal heus niet uitglijden. Ah, wow, wow. Papa is net een hele grote sneeuwslee. Wij gaan gewoon de slee race winnen. Hoera! Peppa en George zijn de winnaars. Goed gedaan, Peppa. Mijn papa is een bijzonder goede sneeuwslee. Dit is niet grappig. Een klein beetje grappig is het wel, hoor. Ja, eigenlijk is het heel grappig. Modderpoelen. Het regent vandaag. Peppa en George kunnen dus niet buiten spelen. Papa, het regent niet meer. Mogen we nu buiten spelen? Haha, oké. Ga dan maar gauw. Peppa speelt graag in modderpoelen. Ik hou van modderpoelen. Peppa, als je in de modderpoel springt, moet je wel je laarzen aan. Sorry, mama. George houdt ook van modderpoelen. George, als je in de modderpoel springt, moet je wel je laarzen aan. Peppa vindt het leuk om op haar kleine broertje George te passen. George, laten we nog meer modderpoelen zoeken. Peppa en George hebben een hoop plezier. Peppa heeft een kleine poel gevonden. George heeft een grote poel gevonden. Huh.
dat is pas een grote modderpoel. George wil als eerste in de grote modderpoel springen. Wacht, George. Ik moet eerst kijken of het wel veilig voor je is. Ha! Mooi, het is veilig voor je. Sorry, George. Het is maar modder. Peppa en George vinden het leuk om in modderpoelen te springen. Kom mee, George. Dan gaan we het aan papa laten zien. Al heb je ooit. Papa, papa, raad toch eens wat we hebben gedaan. Even denken. Hebben jullie televisie gekeken? Nee, nee, papa. Zijn jullie in bad geweest? Nee, nee. Ik weet het. Jullie hebben in modderpoelen gesprongen. Ja, ja, papa. We hebben in modderpoelen gesprongen. Haha, kijk eens hoe vies jullie zijn. Oeh. Nou ja, het is maar modder. Laten we het snel schoonmaken, voordat mama het ziet. Papa, als we het schoongemaakt hebben, komen mama en jij dan ook spelen? Ja, we kunnen allemaal in de tuin spelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Papa en mama hebben ook hun laarzen aan. Peppa vindt het leuk om op en neer te springen in modderpoelen. Iedereen vindt het leuk om in de modderpoelen te springen. Oh, papa Big, kijk toch eens hoe vies je bent. Het is maar modder. Meneer Dinosaurus is verdwaald. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Dinosaurus. George vindt meneer Dinosaurus lief. Soms vindt George het leuk om Peppa bang te maken met meneer Dinosaurus. Veel te eng. Tijdens het eten zit meneer Dinosaurus naast George. Wat zeg je daar? Was jij dat, George, of was het meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Als George in bad moet, gaat meneer Dinosaurus met hem mee. Welterusten, Peppa. Welterusten, mama. Welterusten, George en meneer Dinosaurus. Als George naar bed gaat, wordt meneer Dinosaurus ook ingestopt. Het lievelingsspelletje van George is meneer Dinosaurus in de lucht gooien. En hem daarna weer opvangen. Peppa en Papa Big spelen een potje dammen. Ik win, papa. Goed gedaan, Peppa. George? George, wat is er aan de hand? Dinosaurus. George, ben je meneer Dinosaurus kwijt? George is meneer Dinosaurus kwijt. Rustig maar, George. We vinden meneer Dinosaurus wel. Dit is een klus voor een detective. Papa, wat is een detective? Een detective is een heel belangrijk persoon die goed dingen kan vinden. Ik kan goed dingen vinden. Oké, Peppa is de detective. George,
Ik ben de detective. Ik zal je helpen meneer Dinosaurus te vinden. Misschien moet de detective George een paar simpele vragen stellen. George, waar is meneer Dinosaurus? George weet echt niet waar hij is. De detective zou kunnen proberen te raden waar meneer Dinosaurus is. Ik weet het. Ik weet waar hij is. George heeft meneer Dinosaurus altijd mee in bad. Meneer Dinosaurus is dus in het bad? Meneer Dinosaurus is niet in het bad. Oh. Ik weet het. Ik weet waar meneer Dinosaurus is. George neemt meneer Dinosaurus 's avonds altijd mee naar bed. Dus daar moet hij liggen. Meneer Dinosaurus ligt niet in het bed van George. Oh. Misschien kunnen we in de tuin kijken. Ja, de tuin. Dat wilde ik net gaan zeggen. Waar is meneer Dinosaurus? Meneer Dinosaurus is moeilijk te vinden. Oh, meneer Dinosaurus is helemaal nergens. George, jij vindt het toch leuk om meneer Dinosaurus in de lucht te gooien? Misschien heb je hem dit keer wel iets te hoog gegooid. Daar is hij, daar is hij. Ik zag hem het eerst. Goed gedaan, Peppa. Je bent echt een goede detective. Dinosaurus. George is erg blij dat hij meneer Dinosaurus weer terug heeft. Misschien is het niet zo'n goed idee om met dinosaurus in de buurt van bomen te spelen. Beste vriendin. Peppa zit te wachten op haar beste vriendin, Suzie Schaap. Hallo, Suzie. Nee. Hallo, Peppa. Suzie Schaap komt bij Peppa spelen. Nee. Peppa vindt Suzie leuk. Suzie vindt Peppa leuk. Ze zijn beste vriendinnen. Peppa, waarom gaan Suzie en jij niet op je kamer spelen? Oké, mama. George wil ook meedoen. Peppa en Suzie vinden het leuk om op Peppa's kamer te spelen. George ook. Nee, George. Dit spel is alleen voor grote meisjes. Ga met je eigen speelgoed spelen. Peppa en Suzie willen met z'n tweeën spelen. Kijk, ik ben een kleine veenprinses. Ik ga met mijn toverstaf zwaaien. En ik verander jou in een kikker. George wil niet alleen spelen. George wil ook meedoen. Nee, George. Ik speel met Suzie. Jij moet ergens anders spelen. George wil met Peppa spelen. Hij voelt zich een beetje eenzaam. George, kun je me even helpen? Ik ben chocoladekoekjes aan het bakken. Iemand moet de kom uitlikken. George vindt het leuk om mama te helpen met koekjes bakken. Maar hij wil liever met Peppa spelen. Ik wil zuster zijn. En ik wil dokter zijn. Maar wie zal onze patiënt zijn? George! Peppa en Suzie spelen graag doktertje. George ook.
Peppa luistert naar de longen van George. Nou, George, even diep ademhalen en hoesten. Volgens mij zit je hart los. Ik zal er een pleister op doen. Mondje open. Suzie neemt de temperatuur van George op. Oh nee, je bent echt heel erg warm. Je moet in bed blijven. Minstens 3 jaar. Papa Big komt George opzoeken. Oh nee, wat is er met George? Geen zorgen, papa. Het is maar een spel. George is onze patiënt. Oh, aha. Mag de patiënt bezoek ontvangen? Heel eventjes maar. Hij kan snel moe worden. Koekjes! Ja, die zijn voor George. Het is een medicijn. Daar wordt hij beter van. Pardon, dokter. Kunt u me helpen? Ik heb pijn in mijn buik. Dat kietelt. Ik kan hem horen knorren. Ik denk dat je honger hebt, papa. Dan denk ik dat ik veel koekjes nodig heb om weer beter te worden. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Hap. Polly Papagaai. Peppa en haar familie gaan op bezoek bij oma en opa. Opie ik. Hallo, kleintjes. Kom binnen. We hebben een verrassing. Wat is het? We hebben een nieuw huisdier. Kun je raden wat het is? Dinosaurus. Nee, het is geen dinosaurus. Kom maar kijken. Oma en opa Big hebben een papegaai. Peppa, George... Dit is onze papegaai. Ze heet Polly. Lieve Polly. Lieve Polly! Wauw. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een slimme papegaai! Mama, waarom zegt hij alles na wat oma zegt? Dat is wat papegaaien doen. Kijk maar eens. Hallo, Polly. Hallo, Polly! Wat een lieve papegaai. Wat een lieve papegaai! Kom allemaal. Theetijd. Peppa, George, kom maar. Ik heb chocoladecake. We komen, oma. Peppa en George vinden chocoladecake lekker. Maar vandaag hebben ze haast. Ze willen met Polly spelen. Wat zijn jullie toch een duveltjes. Oma, mogen we alsjeblieft van tafel om naar Polly toe te gaan? Weet je zeker dat je cake helemaal op is? Vooruit dan maar. Hoera! George, zeg eens wat tegen Polly. George is een beetje verlegen. Hallo. Hallo. Peppa en George vinden het heel leuk om met Polly te spelen. Ik ben Peppa Big. Ik ben Peppa Big. George, zeg ook eens wat. Peppa en George doen alsof ze een papegaai zijn. Ik ben Polly papegaai.
Peppa denkt na over wat ze nog meer kan zeggen tegen Polly Papagaai. Ik ben een lawaai-papagaai. Ik ben een lawaai-papagaai! Peppa, George, hebben jullie met Polly gespeeld? Ja, oma. Polly is zo'n lieve papegaai. Ja, oma. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Oh. Oh, wat zeg je nou? Verstoppertje. Peppa en George spelen verstoppertje. George gaat zich verstoppen. Hij moet snel een plekje vinden voordat Peppa klaar is met tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George heeft zich verstopt. 9. Precies op tijd. 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Peppa moet George gaan zoeken. Gevonden! Peppa heeft George gevonden. George, ik heb je te makkelijk gevonden. Nu is het Peppa's beurt om zich te verstoppen. 1, 3. Ik zal helpen met tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Zeven, 8, 9, 10. Oké, George, kijk nu maar. Nu moet George Peppa gaan zoeken. Oh. Peppa zit niet onder de tafel. George, heb je eraan gedacht boven te kijken? Peppa zit niet onder het bed. Wat was dat voor een gek geluid? Peppa zit niet achter het gordijn. Daar is dat gekke geluid weer. Wat zou dat toch zijn? George heeft Peppa gevonden. George heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag. Maar George is niet zo goed in verstoppen. Ik weet zeker dat het dit keer beter gaat. Doe je ogen dicht en begin met tellen. 1, 2, 3. Oh jee. Peppa zal George makkelijk vinden. 5, 6. George, kom eens hier. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oh, George zit niet onder de tafel. Maar George zit toch altijd onder de tafel? Heb je eraan gedacht om boven te kijken? Ik weet waar hij zit. George zit in de speelgoedmand. Oh. George zit niet in de speelgoedmand. Waar zou hij toch zijn? Peppa kan George nergens vinden. Papa,
Ik kan George niet vinden. Lieve help, waar zou die toch kunnen zijn? Eigenlijk denk ik dat er iets over George in de krant staat. George, gevonden! Oh, George, maar jij hebt je goed verstopt. George had zich de hele tijd verstopt achter papa's krant. Speelclub. Peppa en George gaan naar de speelclub. Het is voor George de eerste keer. George, heb je er zin in om naar de speelclub te gaan? Papa, misschien is George wel veel te klein om naar mijn speelclub te gaan. Het gaat heus goed, Peppa. Jij en meneer Dinosaurus kunnen hem gezelschap houden. Dinosaurus. Maar ik wil met de grote kinderen spelen. Niet met George en zijn dinosaurus. Oh, hemeltje. Peppa wil niet dat George in haar speelclub komt. We zijn er. Papa, weet je zeker dat George groot genoeg is? Hij redt het wel. Oké. Hij mag mee. Tot straks. Mevrouw Gazelle past op de kinderen van de speelclub. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henkie Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Zullen we George laten zien hoe wij tekeningen verven? George is niet zo goed in verven. Misschien kun jij hem wel helpen. Ja, dat kan ik heel goed. Ik zal hem laten zien hoe je een bloem verft. George, vandaag ga ik je leren hoe je een bloem moet verven. Eerst verf je een grote cirkel. Nee, George. Dat is de verkeerde kleur. Nu moet je de bloemblaadjes maken. George, dat is de verkeerde vorm. En nu verf je de steel met zijn blaadjes. Perfect. George, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. En wat hebben wij hier? Kijk, ik heb een bloem gemaakt. Dat is heel erg mooi, Peppa. En George heeft een dinosaurus gemaakt. Dinosaurus. Te gek. Ik vind dat de tekeningen van George en Peppa aan de muur moeten. Hoera! Peppa, je zult wel heel erg trots zijn op je kleine broertje. Dat ben ik zeker. Het is tijd om naar huis te gaan. En de ouders komen de kinderen halen. Mag George de volgende keer weer mee? Natuurlijk, dan kan hij weer een mooi schilderij maken. Wat ga je de volgende keer maken, George?
Dinosaurus. Nog een dinosaurus maken? Nou, misschien kun je ons allemaal leren hoe dat moet. Te gek. Ja, te gek. Nou, te gek. Mama moet werken. Mama Big is aan het werk op de computer. Papa Big maakt soep voor de lunch. Papa, mogen we mama op de computer kijken? Ja, als jullie haar maar niet storen. Ze moet een hoop belangrijk werk doen vandaag. Dankjewel, papa. Mama Big moet een hoop belangrijk werk doen. Mama, mogen George en ik op je schoot zitten en met je meekijken? Ja hoor, als jullie maar stilzitten. Peppa en George vinden het leuk om mama op de computer te zien werken. Mama, mogen we Vrolijke Mevrouw Kip op de computer spelen? Straks kunnen we Vrolijke Mevrouw Kip spelen, maar nu moet ik werken. Mama, mogen wij je helpen? Nee, Peppa, niet aan de computer komen. En George, jij moet er ook vanaf blijven. Kijk, George, dit mag dus niet. Peppa, stop! Sorry, mama. Ik wilde George alleen laten zien dat hij dat niet mag doen. Oh, dat hoort de computer helemaal niet te doen. Papa Big! Papa Big! Wat is er, mama Big? Papa Big, kun jij de computer maken? Ik maak de lunch wel af terwijl jij de computer maakt. Ik zal het proberen, mama Big, maar ik ben niet zo goed in die dingen. Oh, dank je, papa Big. Papa Big gaat de computer maken. Misschien moet ik hem even uitzetten. En dan weer aanzetten. Papa Big heeft de computer gemaakt. Hoera, papa! Ja, ik ben best goed in die dingen. Papa, mogen we nu Vrolijke Mevrouw Kip op de computer spelen? Dat moet je even aan mama vragen. Mama zei net dat we dat straks mochten spelen. Nou ja, dan is het goed. Maar ik weet niet waar de disk is. En hier ben ik. Nu is mijn beurt. Wat is daar toch aan de hand? Mooi, ik zie dat de computer het weer doet.
lummelen. George is met zijn bal in de tuin aan het spelen. Peppa wil ook meedoen. George, je doet het helemaal verkeerd. Zo moet je de bal vangen. En niet zo. Zo doe jij het. Wat een brutaal varkentje is Peppa toch. George, geef terug, klein vampiertje. Misschien plaagt Peppa George een beetje te veel. Peppa, ben jij George aan het plagen? Niet echt, mama. Ik leer hem hoe je moet vangen. Echt? Let op, ik weet een spelletje hoe George kan leren vangen. Het spelletje heet lummelen. Peppa, jij neemt de bal en gaat daar staan. En George, jij gaat daar staan. Mooi. Jullie moeten de bal naar elkaar toe gooien en ik moet proberen hem te pakken. Ik ben dan de lummel. Mama is lekker de lummel. Vang het, George! Oh, gemist. George heeft de bal gevangen. Hoera! Goed gedaan, George. Gooi nu de bal naar Peppa. Oeps, nog een keer. Oh, nog een keer. George kan de bal niet over mama Big heen gooien. Kom op, George. Geef de bal aan mij. Oh. Malle George. Dat kan ik ook, hoor. Oh. Peppa wil George nadoen, maar ze is te groot en nu zit ze vast. Ik heb de bal. Peppa, nu moet jij de lummel zijn. George, vangen. Hoera! Gevangen. George, jij bent de lummel. George, vangen. Vang de bal, George. Vangen, George. Vangen, George. Hier is de bal, George. Ja! Oh nee, Peppa, je moet George niet zo plagen. Sorry, George. Wat is al dat lawaai? Papa, George is niet groot genoeg om met ons mee te lummelen. Oh, ik weet zeker dat hij groot genoeg is. Dat is niet waar, papa. Kijk maar. Vangen, George. Hoera! Dat is niet eerlijk. Jawel hoor, ik heb George alleen maar geholpen. Mama, wil jij mij helpen? Maar natuurlijk, Peppa. Naar mij, George. Vang het, George. Peppa vindt het leuk om de bal te vangen. George vindt het ook leuk om de bal te vangen. Iedereen vindt het leuk om de bal te vangen. Ha, 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 ha,